Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Fireke No Way. En in deze video ga ik het voornamelijk hebben over Call of Duty Ghost. Want Call of Duty Ghost komt al ongeveer over anderhalve week uit. En ik kan er zelf echt niet op wachten. En komende week komen er vooral allemaal pre-Call of Duty Ghost video's online op mijn kanaal. Waar ik dingetjes in uitgelegd over hoe Call of Duty Ghost werkt, hoe bepaalde dingen zijn aangepast en ga zo maar door. Het eerste waar ik het over wil gaan hebben is de challenges. De challenges zijn veranderd van naam. De challenges heten geen challenges meer, maar ze heten nu operations. En er is nog iets anders aan de challenges veranderd. Je krijgt namelijk geen XP bonuses meer voor de challenges die je behaalt. En denken jullie waarschijnlijk, En ja, het is ook best wel jammer dat je geen XP bonus meer krijgt, want dat is als vroeger de manier om gewoon heel snel te levelen. Je ging bijvoorbeeld met een bepaald wapen spelen en ja, die was dan op een bepaald level en dan kreeg je er weer een of andere bonus voor, dikke bonus XP. Maar je krijgt er wel andere dingen voor. Dus de mensen die nog steeds challenges willen halen, ik excuseer mij, operations willen halen, die kunnen dat nog steeds doen. Want je krijgt er andere leuke awards voor. Want je krijgt namelijk alles wat je met operations haalt, zijn namelijk character customizations. Oftewel een nieuw t-shirt dingetje of een nieuwe broek of iets in die zin. Nieuwe kogelvrij vest, nieuwe camo's. Dat soort dingen ga je unlocken met de operations. Dus dat is zeker cool. Want je kan nu eigenlijk laten zien aan andere mensen dat je een bepaalde operation hebt gehaald. Ik zeg maar wat, je hebt zoveel headshots, je krijgt een of andere Red Tiger pakkie of zoiets. Weet je, ik bedoel, andere mensen kunnen het zien. En dat konden ze vroeger niet echt, ja, behalve dan misschien op je profiel ergens. In totaal zijn er wel 20.000 verschillende combinaties mogelijk om je poppetje te customizen. Dus je zal waarschijnlijk niet vaak iemand tegenkomen die er precies hetzelfde als jou uitziet. Ook is in Call of Duty Ghost de COD Points weer terug, of ze heet hier Squad Points. Dat zijn zeg maar punten die je behaalt na matches, zeg maar een soort van geld, waar je bijvoorbeeld bepaalde wapens of bepaalde perks kan unlocken. Dat is hartstikke cool, want dat had je ook in Call of Duty Black Ops 1. Er is alleen één heel groot verschil. Want in Call of Duty Ghost kan je elk wapen unlocken op het moment dat je gelijk genoeg squad points hebt. Dus je hoeft niet te wachten dat je eerst weer level 60 bent voor je laatste wapen, omdat die heel goed is. Dan moet je gewoon wat langer sparen voor dat goede wapen. Oftewel, jij weet al aan het begin van de game gelijk van holy shit, dat wapen level 40 is supergoed. Nou, dan spaar je eventjes door tot level 10 en dan heb je het wapen van level 40 al. Dat is gewoon verschrikkelijk tof. Het max level in Call of Duty Ghost is level 60. En dan kan je natuurlijk in prestige. Je kan met elke soldier één keer in prestige gaan. Op het moment dat je dat hebt gedaan, verandert natuurlijk dat mooie prestige plaatje voor je naam. En dan ben je geprestiged. Wil je nog een prestige doen, kan je wel met dezelfde soldier blijven spelen. Maar die level je dan niet meer. Want je hebt in totaal 10 soldiers, staat gelijk aan 10 prestiges. Dus dan moet je een andere soldier levelen. Ik heb wel gehoord dat je geen, je raakt je wapens niet kwijt als je in prestige gaat. Ik vraag mij dan af, heb je dat wapen dan ook al gelijk voor je andere soldiers? Maar ja, dat zullen we zien in de volledige game. Als het zo is dat ik elk wapen hou op elke soldier die ik geunlock heb, dan ga ik gewoon rustig door met mijn volgende soldiers. En op die manier kan ik dus gewoon lekker door prestige. Als dat niet het geval is dat ik mijn wapens meeneem, dan vraag ik me iets af. Zou je de COD points unlocken na elk potje? Of zou je de COD points elke keer unlocken op het moment dat je een bepaalde level hebt behaald? Want als je bijvoorbeeld niet je wapens zou meenemen naar een nieuwe soldier, heb je dan wel genoeg COD points om uiteindelijk alle wapens op die soldier te kunnen unlocken? Want wat je bijvoorbeeld in Call of Duty Black Ops 2 had, je had zeg maar, als je niet ging prestige, had je uiteindelijk te weinig punten om alles te kunnen unlocken, waardoor je verplicht werd om te prestige. Verder, de dedicated servers zijn ook op de Xbox 360 en de PlayStation 3. De PlayStation 4 mensen kunnen natuurlijk al binnenkort aan de slag, maar helaas, de Xbox One mensen moeten wachten tot volgend jaar zomer, totdat die uiteindelijk uitkomt. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Heb je nog vragen over de dingen die ik in deze video heb behandeld? Laat ze achter in de reacties. Ik probeer ze zo snel mogelijk te beantwoorden. Iedereen, hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laters. Vergeet ook niet de video van gisteravond te kijken. Ik heb deze gisteravond best wel laat geüpload. Maar je kan 6 supercoole Soldier Showcase backgrounds krijgen voor in Call of Duty Ghost. Dat is best wel makkelijk te behalen. Moet je nu wel doen in Modern Warfare 3 en Call of Duty Black Ops 2. Dus check die video. Klik op het scherm. Zolang het nog kan. Je kan er nu nog steeds op drukken. Je moet wel snel wezen, want anders is deze video echt voorbij. Kom op, klik het. Ja. Ja, kijk hier, dubbel XP alles. Klik, klik, klik. Laat eens.